Nou, kijk, het is ook gewoon vrijdagochtend. En we hebben hard gewerkt om heel erg te excelleren. Dus ik denk dat het ook een beetje. Het risico is natuurlijk ook dat je dan meteen een microfoon onder je neus krijgt als je je hand opsteekt. Dus dat zal er ook een beetje in zitten. Maar het is wel waar dat excelleren in het onderwijs. Ja, tot heel lang eigenlijk. Toch een beetje een vies woord is geweest. Denk presteren, excelleren, resultaten. Ja, dat zijn geen woorden die heel erg natuurlijk over de lippen van onderwijsmensen komen. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want dat gebeurt natuurlijk dagelijks voor de klas. Als je kijkt, dat zag je afgelopen tijd ook een beetje, toen de excellente scholing werden aangewezen. Een predicaat van die commissie excellente scholen. Toen zag je ook meteen uit de rest van het land toch wat zurige reacties uit het onderwijsveld. En dat is eigenlijk jammer, want die nadruk op excellentie moet natuurlijk veel meer zijn dan een vlag, hè, begrijp me goed. Het moet veel meer zijn dan een profileringspunt naar buiten toe. Maar die nadruk op excellentie, van professionals zelf, elke dag weer proberen beter te zijn dan je gisteren was, beter te zijn dan je buurman, een gezonde competitie is helemaal niet erg. Die excellentie, die nadruk op excellentie in het onderwijs zelf is heel belangrijk. Ja. Volgens mij ook heel erg vormend naar leerlingen toe. Ja, maar jij herkent ook wel het verhaal van die meneer van Zatkin, van het Aldera College, sorry. Haal ze niet door elkaar. Nee. Straks kan dat prima. Maar nu nog niet. Maar dat ook wel een cultuuromslag betekent. Ja, dat denk ik zeker wel. Dat denk ik zeker wel. Ja. Wat heeft Rotterdam met een event als Skills Masters? Waarom is dit voor jullie een belangrijk event? Nou, ik ben echt heel trots op dit evenement. Dit is eigenlijk, voor Rotterdam is dit echt de sleutel naar de toekomst van een veel sterkere stad. Als je kijkt naar het verhaal van Rotterdam, dan zie je dat we eigenlijk een hele goede uitgangspositie hebben. We hebben geweldig veel jongeren. De rest van Nederland wordt grijzer, wij worden steeds jonger. We hebben ook geweldig veel werkgevers die eigenlijk staan te springen om hele goede mensen. Alleen, we hebben ook een mismatch, en we moeten echt oppassen in deze tijd dat het niet groter wordt, een mismatch tussen wat er uit de schoolbanken rolt en wat onze werkgevers straks nodig hebben. En dat is een mismatch qua niveau, maar dat is ook een mismatch qua keuze. En we hebben geweldig veel mensen nodig in de techniek, in de haven, in de zorg. En we hebben ook heel veel jongeren die daar niet voor kiezen. En dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven. Deze stad leunt met zijn volle gewicht op wat het beroepsonderwijs eigenlijk voor resultaten neerzet. En ik ben heel erg blij met de beweging zoals Alberta en Zatkin die ook in hebben gezet. Dat is hartstikke goed voor het beroepsonderwijs. Ik ben heel blij met andere beroepsopleidingen in onze stad. STC-groep is een prachtig instituut. De HMC is een prachtig instituut. We hebben heel erg mooi beroepsonderwijs in deze stad. En dat hebben we ook nodig. Wij leunen met ons volle gewicht op wat het beroepsonderwijs laat zien aan resultaten. En daarvoor is die keuze van leerlingen is een hele belangrijke. En eigenlijk vind ik dat we daar veel te lang, veel te projectachtig mee om zijn gegaan. En hier een projectje, daar een projectje. En waar we eigenlijk naartoe aan het werken zijn nu, en dat is de afspraak met het Rotterdamse onderwijsveld, is toewerken naar één aanpak, een Rotterdamse aanpak op loopbaanoriëntatie. En daarbij, anders dan in het verleden, kiezen we voor een veel geleidere beroepskeuze. Dus we proberen terug te vertalen de vraag van straks in de arbeidsmarkt naar wat kinderen nu moeten kiezen. We beginnen oriënterend in groep 7 en 8. Nog een beetje oriënteren in die onderkant van het VMBO. Maar dan moet het toch wel heel snel gaan naar een echte en serieuze keuze. Voor een baan waar ook daadwerkelijk werk is. Ja, precies. En zeker ook inderdaad beginnen bij die groep 7 en 8. Dat is ook al echt een... Ja, en dat is een mooie toevoeging ook aan dit evenement natuurlijk dit jaar. Dat er dit jaar echt een serieuze inzet is ook op basisschoolleerlingen uit te breiden nog volgend jaar. Dus ja, dit evenement is cruciaal en dit laat precies zien wat wij nodig hebben hier in Rotterdam. Hier in Rotterdam, precies. Nog even terug naar dat excelleren. Hè. Rotterdam heeft zelf ook onlangs 3 scholen gekregen met het predicaat excellente scholen. Ik gaf al wel aan, dat is nog wel een beetje een term waar we aan moeten wennen. Ja. En wat niet zo heel makkelijk voor op de tong ligt. Kun je iets meer vertellen over die 3 excellente scholen? Wat betekent dat voor jullie zelf om dat predicaat te krijgen? Nou, dat betekent gewoon dat je een paar dagen als trotse wethouder door de stad loopt en in de rest van het land rondloopt. Wat betekent dat? Kijk, we hebben 3 scholen. Marnix is dat, Jan Toorop MAVO en de Juliana MAVO. Die hebben dat predicaat gekregen. Dat is voor het eerst natuurlijk. Voor het eerst dat die commissie aan het werk is gegaan. Scholen zelf moesten zich opgeven. Er is nogal wat kritiek op geweest. Maar ik denk, ja, het is beter dan helemaal geen aandacht besteden aan dat stempel goede school. Want als je nu kijkt naar onze inrichting van het inspectietoezicht, is dat eigenlijk een risicogericht toezicht, waarbij de inspectie eigenlijk vooral zegt, je bent als school, krijg je een aangepast toezichtarrangement, dan ben je zwak, of je bent zeer zwak, of je bent gewoon. En dat geldt voor het gros natuurlijk van de scholen. Dat zal het zijn, 85% van de scholen heeft gewoon een normaal toezichtarrangement.
Maar we bestempelen niet welke scholen nou echt heel erg goed zijn. En ik denk dat dat een enorme drive kan betekenen in het stelsel op het moment dat we dat wel doen. En daarom ben ik ook blij met deze eerste stap. Ik zie het ook echt als een eerste stap. Ik denk dat het uiteindelijk gewoon ingebed moet worden in het inspectietoezicht zoals we dat kennen. Maar ik geloof erin dat we die scholen die ook echt met kop en schouder boven de rest uitsteken, dat we die daar ook voor belonen, onderscheiden met dat predicaat excellente school. En dat ik geloof in dat het kan werken, dat andere scholen daarvan willen leren. Oké, mooi. Hugo, ik dank je wel voor het gesprek. Dank je wel. Hugo de Jonge.